alase kubronda tu dayo mi ti wampe so so la tu dayo mi ti wampi pala nga so men pesi tata tomo ponap di friend di presi te yu doro do mi tu na la la tu ego ki yu nyang dat yo kong pa tu yo go gi yu ala je pi yu mu abi udu na nga poti wang do chari Brada Iji dat Benja, somen langa. Blaka manga, Afrika, Uroko draga. Hindustani, Pendia, Stacy, Yampanesi. Mokote na asinya, Pukongseti na presi. Aisranyam, tranam, mi kondre no bruham, no wampe sale. I'm not gonna lie.
Koto lo sutu mi mano te kiwa fani wai mi paya. Tata eh, o fani wai mi. Oh tata eh, no 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 te ko fani wai mi oba. Tata eh, o teko fani wai mi. Ataki te koto lo sutu mi mano te ko fani wai mi no mo. Tata eh, o teko fani wai mi. Hey tata eh, mama no te ko fani wai mi oba. Tata eh. Tolo su tu mi mano te quiero fany wai mi no mo ta e tengo fany wai mi oh te contolo su tu mi mano te quiero fany wai mi paya ta e oh tata ge mama no te kofani wai mi no mo tata e o te kofani wai mi oh tata mama ge no mo no te kofani wai mi ba tata e o te kofani wai mi ataki te koto no tutu mi pa no te kofani wai mi ba ya tata e o te kofani wai mi oh tata ge mama no te kofani wai mi ba tata e Zutu mi mano te kiwa fani wai mi no mo tata e o te ko fani wai mi oh tata e mama no te ko fani wai mi oba tata e o te ko fani wai mi te ko tolo zutu mi mano te kiwa fani wai mi ti te ba tata e o te ko fani wai mi oh tata e mama no te ko fani wai mi oba tata e o te ko fani Tata no more mama no te ko fani wai mi oba tata e o te ko fani wai mi ataki te ko tolo tutu mi mano te kiwa fani wai mi no mo tata e o te ko fani wai mi o tata mama e no mo no te ko fani wai mi oba tata e o te ko fani wai mi o te ko tolo tutu mi mano te kiwa fani wai mi ti te ba tata e o te ko fani Suriname en ook een goede avond diaspora kijkers in Nederland. Mijn naam is Guillaume Ellis en ik heet u van harte welkom ook namens Saskia Walden en Deonanan Mahadeo op deze vrijdag
22 mei 2020. Drie dagen voor de verkiezing die heel belangrijk is voor de bevolking van Suriname. Maar uiteraard ook voor de diaspora in Nederland. Professor Magadeel gaat meenemen en alles vertellen over de economische uitdagingen en mogelijkheden van ons land, van ons gebied Suriname. Saskia is accountant. Zij geeft ook trainingen, workshops, seminars. Deelnemers is internationaal actief als onderzoeker, wetenschapper en adviseur op regeringsniveau. Ik ben financieel manager bij een groot Duits mediaconcern. Wij zijn alle drie echt verbonden met Suriname, geloof me. Even wat huishoudelijke mededelingen. U kunt tijdens de streaming vragen stellen, dat moet u echt vooral doen. Maar u moet wel ingelogd zijn op een YouTube-account. Dit is echt uw kans om die kritische vragen te stellen. Maak er echt gebruik van. Echter, de livestream duurt tot 3 uur, Surinaamse tijd, en diaspora tijd 8 uur. U kunt meteen na de uitzending de stream nogmaals bekijken en delen met al uw vrienden, buren, familie. Veel mogelijk delen dus ook uw netwerk in Nederland en vooral in Suriname. Saskia, aan jou het woord. Goedenavond, alle kijkers. Om hier te zijn met Bill en Gilly. Nou wil ik aangeven als een Afro-Surinaamse in de VAP. Is het natuurlijk heel goed dat wij in Suriname tot het punt zijn gekomen om ondanks etnische achtergrond samen te werken aan de ontwikkeling, verdere ontwikkeling, in dit geval zelf de wederopbouw van Suriname. Het is, tot nu toe ervaar ik het heel goed dat wij, ongeacht etnische groepen, zijn het Javanen, er zijn heel veel Knolen, Javanen en noem maar Indianen in de VAP. En je wordt behandeld op grond van je bijdrage, je kundigheid, je Surinaamse, je nationalisme. En dat is natuurlijk een heel prettig gevoel. Deel heb ik ook heel aangenaam ervaren. Deel heeft zowel vanuit Nederland als present hier in Suriname zijn bijdrage geleverd op heel veel niveaus. Deel is een heel goede business consultant. Hij heeft ook binnen de VAP heel veel trainingen verzorgd. Met name waar ik ook een paar keer zijn de trainingen wat betreft het bewust worden en het actief deelnemen in wat moet zijn een goede regering van Suriname. In deze interview zullen we op een aantal belangrijke aspecten ingaan waar waarschijnlijk 2 van de kiezers mee zitten. Dus nu aan de het woord. Ja, dankjewel. Mijn mensen, de verkiezingen van 25 mei staan voor de deur. U als stemgerechtigde bent aan zet. Maak in ieder geval gebruik van uw recht om te stemmen. U heeft wellicht al besloten op wie u gaat stemmen. Denk daar nogmaals goed over na. Zijn de mensen voor wie u wilt stemmen ook daadwerkelijk in staat om uw leven te verbeteren? Zijn ze in staat om het land duurzaam te ontwikkelen, zodat het goed is voor uw kinderen en ook uw kleinkinderen? Het kan ook zo zijn dat u aan het twijfelen bent. Dat is goed, want het gaat om een heel belangrijk besluit over uw eigen toekomst. Wij van de VHP zijn in elk geval klaar met onze wederopbouwplannen. Wij willen daarbij in principe vooral kijken naar hoe kunnen wij een beleid neerzetten, een visie neerzetten, wat goed is voor alle Surinamers. Mijn bijdrage daarin is vooral gericht op productie en ondernemerschap, op het vergroten van de verdiencapaciteit van Suriname. Een paar voorbeelden van onze aanpak. Wij gaan een complete herorganisatie van het midden- en kleinbedrijf in heel Suriname doorvoeren. Daarbij gaan wij vooral lokale ondernemers faciliteren en stimuleren voor het versneld verhogen van de productie. En daarbij denken we niet alleen maar aan producten, maar we denken ook vooral aan hoogwaardige diensten met heel veel exportpotentieel. We gaan de nadruk leggen op logistiek, zodat dat wat geproduceerd wordt op een efficiënte manier ook de weg kan vinden naar de eindconsument in zowel Suriname als in het buitenland.
In heel Suriname gaan wij vooral afgestudeerden onderwijzen in ondernemerschap, zodat wij hun kunnen stimuleren en helpen in het opzetten van een eigen onderneming in alle delen van het land. Dit zal zorgen voor meer lokale dynamiek, voor meer lokale economische power en minder afhankelijkheid van de regering in Paramaribo. Biomedicines heeft in de hele wereld een grote toekomst. Wij gaan een biomedicines cluster opzetten om de bestaande kennis op het gebied van inheemse producten zoals podocyri, parwahoning, mokomoko en andere producten om die te ontwikkelen tot medicinale producten. Coroni, para, marowijnen, brocopondo en sipaliwini gaan hier goed van profiteren. In Paramaribo willen we een moderne ICT-hub neerzetten voor het ontwikkelen en exporteren van hoogwaardige ICT-diensten. Bestaande ICT-bedrijven zullen worden gefaciliteerd om aan internationale standaarden te voldoen. Daarbij gaan we ons vooral ook richten op nearshoring voor de Amerikaanse klanten, omdat wij geografisch dicht tegen Amerika aanliggen. De regio's Paramaribo, Wanica, Komwijnen gaan hier vooral van profiteren, maar ook vooral veel goede perspectieven voor afgestudeerde technici in het vinden van een baan met een internationale karakter. Wij gaan de bestaande groentesector in Suriname doorontwikkelen tot een megacluster met een eigen hygiëne- en controlesysteem en vooral klaar voor de exportmarkt. Export naar CARICOM, Europa, Amerika en ook andere landen. Daarbij gaan wij ook vooral ons steeds meer richten op het telen van bewerkte groenten of groenten die bewerkt worden en specerijen, zodat wij in principe per ton veel meer US dollars voor deze producten kunnen krijgen. Wanica, Saramaca, Komwijnen, Nikeri, maar ook Marowijnen heeft heel veel potentie voor grootschalige groenteteelt. In Nikeri beplanten wij nu 25.000 hectare rijst per seizoen, soms tegen de 30.000 aan. Deze willen we in 5 jaar vergroten naar 60.000 hectare. We hebben voldoende gepolderd land. We hebben heel veel kennis van rijstteelt. Wat wij nodig hebben is de organisatie eromheen. Hoe zorgen wij ervoor dat men goede zaaizaad heeft, dat water op tijd is, dat we niet afhankelijk zijn van de regen, dat de seizoensinvloeden geminimaliseerd worden. Maar wij gaan daarnaast ook vooral kijken naar de export. Want een van de problemen van de rijstsector nu is dat de paddy wordt binnengehaald, wordt verwerkt tot rijst, maar de rijst wordt niet verkocht. Die blijft eigenlijk in de verwerkingsbedrijven liggen en dat drijft eigenlijk de prijs van de boer naar beneden. Saramaca, Coroni hebben ook heel veel potentie voor rijstteelt. Wij gaan ook die districten ontwikkelen tot een rijstschuur. En zo kan ik nog even doorgaan. Maar mijn advies voor nu is: stem voor VHP voor uw waardigheid, voor uw zelfstandigheid en voor een duurzame ontwikkeling. De keus is aan u. Ben ik er? Ben ik erin? Hallo? Ja, ja. Oké. Ja. Goedemiddag, luisteraars in Suriname. Goedenavond hier in Nederland. Ik denk dat Saskia nog even het woord moet doen. Oké. Okay. Nou, Bill, dat was een hele inspirerende boodschap van jou. Je bent van Surinaamse afkomst, maar nu in Nederland. Je reist, spreekt en adviseert over de hele wereld. Heb je nog een band met Suriname, nog een binding met Suriname? Ja, natuurlijk heb ik een binding met Suriname. Ten eerste wonen mijn ouders nog daar. Dat is heel belangrijk. En de helft van mijn familie ook. En eigenlijk heel veel van mijn vrienden van vroeger, die wonen gewoon daar. Dus ja, ik ben elk jaar 1 of 2 keer in Suriname om mijn familie en vrienden even te groeten. En ik moet er ook bij vertellen van, ik heb in die zin een historische band met Suriname, omdat ik pas op 25-jarige leeftijd naar Nederland ben vertrokken. En daarvoor heb ik eigenlijk op het Gros Rosabel project gewerkt. Dat I Am Gold project wat er nu is, de feasibility studie daarvan,
is gedaan door een team waarin ik gewoon een kernonderdeel van was. Dat was vanuit de Grasalco. Hebben we toen eigenlijk het project gedaan wat toen Gros Rosabel heette. Dus de eerste reserveberekening, de feasibility studie, de eerste fase zeg maar, is door ons toen gedaan. En natuurlijk is daarna nog via een paar stappen met Golden Star en dat soort bedrijven, is die feasibility studie uiteindelijk eigenlijk verkocht dan aan IAMGOLD. Dus in die zin heb ik een goede binding met Suriname. 3,5 jaar op Brokopondo gezeten bij Koffiekamp. Om eigenlijk gewoon met Surinamers van allerlei afkomst, van Aucaanse afkomst, Saramakaanse afkomst, Kotikaanse afkomst, Paranakaners, met allerlei mensen heel fijn gewerkt. Maar daarna heb ik ook nog gewerkt bij de para-industries. Dat was een project in de jaren 86 is dat begonnen. En ik ben degene die de recepten heeft bedacht om op basis van Surinaamse grondstoffen daar tegels, dakpannen, glasproducten te maken. Dus ja, ik heb niet alleen in Suriname gewoond, maar ik denk ik heb ook in die tijd gewoon ook een goede bijdrage geleverd. Dus mijn binding met Suriname blijft. Helaas is para-industrie eigenlijk door slecht management op den duur opgehouden te bestaan. Dat is jammer, maar het was wel een fantastisch project. Zo, dus we kunnen zien, je bent in feite in Suriname opgegroeid op 25-jarige of 24-jarige leeftijd. In feite als jong volwassen man naar Nederland vertrokken. En daarnaast ook toch geholpen met heel veel ontwikkeling in Suriname. Iedereen praat in Suriname over ontwikkeling. De huidige regering heeft beloofd van ons land een tweede Dubai te maken. Wat is eigenlijk ontwikkeling? Ja, ik denk dat zeker in Suriname men heel vaak, ook beleidsmakers, ontwikkeling eigenlijk ook verwarren met geldstromen. De typering van Dubai is blijkbaar van, nou, als er straks olie uit de zee wordt gepompt, komt er heel veel geld naar Suriname, dus worden een Dubai en zijn we een ontwikkeld land. Maar dat is een heel foute gedachtegang. Ontwikkeling heeft te maken met keuzemogelijkheden van de individuen in het land. Dus de mate waarin de mensen die in het land wonen, hun talenten kunnen benutten, eigenlijk ook op basis van de manier waarop ze zelf willen. Dus op hun eigen manier moet men hun talenten kunnen benutten. Dan praten we over ontwikkeling en dan vooral levenslang. Ik geef een voorbeeld, hè, van stel alle kinderen in Suriname die kunnen naar school en die gaan naar school. Dan moet er een schoolfaciliteiten zijn zodat ze op hun manier kunnen ontwikkelen. Maar het moet ook zo zijn dat mensen die niet naar school kunnen of misschien niet kunnen leren of wat voor reden dan ook. Ook voor die mensen moet het mogelijk zijn dat die mensen eigenlijk ook heel goed een goed leven kunnen hebben. En dus ook voor de scholing moet in een land voldoende mogelijkheden zijn voor minder geschoolde mensen, want ze zijn niet minder, om hun carrière te ontwikkelen, om hun leven goed te maken. Maar het moet ook mogelijk zijn dat men op latere leeftijd alsnog naar school kan gaan. Dat men of wel of niet gestudeerd van carrière kan switchen. Dat is iemand die is altijd tuinman geweest, die denkt, nou, ik wil timmerman worden. Er moet in het land de mogelijkheid zijn dat zo iemand kan leren om timmerman te worden. En die keuze mogelijk dat ontwikkeling. Heel erg is ook dat men altijd de mogelijkheid moet hebben om te kiezen tussen een dienstverband ergens of zelf ondernemer worden. En die keuze is ontzettend belangrijk, omdat als ondernemer kunnen mensen eigenlijk in veel meer vrijheid en in veel meer zelfstandigheid hun leven op hun eigen manier inrichten. En pas als deze zaken geregeld zijn, beschikbaar zijn en dan ook in heel Suriname, dan praten we over ontwikkeling. Dus als je bijvoorbeeld in dit geval of door royalties op goud of door inkomen uit olie heel veel geld krijgt, en je bouwt Suriname vol met mooie gebouwen, bruggen en goede wegen, dan is Suriname in die zin een economisch rijk land, maar het is geen ontwikkeld land, omdat de mensen zich hun potenties niet kunnen ontwikkelen.
Ontwikkeling gaat niet over hoe rijk men is. Het gaat over de mogelijkheid om de potenties die individuen hebben, om die te benutten en daarin ook keuzes te kunnen maken. Oké. Nou, dus als we praten over ontwikkeling, dan zou iemand voor zichzelf kunnen kiezen hoe die een beter leven zou kunnen hebben. En het land zou dan de mogelijkheden moeten bieden. Ja, correct? En hoe ze zijn leven wil inrichten. En hoe ze hun leven willen inrichten. Kijk, je hebt dan je vrije keus. In zo'n land moet je een vrije keus hebben. Maar wat heeft politiek daarmee te doen? Wat maakt politiek in Suriname anders? Nou, politiek in Suriname is in die zin anders. Men is heel actief in de politiek in Suriname. Surinamers zijn fantastische, hardwerkende mensen. Ze zijn heel actief in de politiek. Maar men stemt eigenlijk niet, men maakt geen keuzes voor hun eigen toekomst. Wat er vaak gebeurt is, men stemt niet op beleid, maar men stemt op mensen met wie ze een binding hebben of misschien vooral een afhankelijkheid hebben. En wat je ziet, de tendens in de afgelopen 40 jaar, is dat er een steeds grotere groep wordt die zich juist afhankelijk aan het maken is van een partij of van personen. En daarbij kijkt men niet eigenlijk naar wat je met die SRD's kan doen. Men kijkt alleen maar hoeveel SRD's krijg je. En dus nu bijvoorbeeld als de overheid zegt van wij gaan nu kinderbijslag verhogen. Van, ik noem maar eens, van 200 SRD per kind naar 300 SRD. Dan is iedereen met kinderen in een hoera-stemming en geeft men de regering gewoon heel veel credits. De realiteit is dat de situatie is zo dat je met die 300 SRD veel minder kan kopen dan met die 200 SRD. He, dus bijvoorbeeld 5 jaar terug was de AOV, dacht ik, 525 SRD per persoon. Daarvan kon je een maand leven. Nu heb je misschien meer dan die 525 SRD en je kan niet eens een week meeleven. De keuzes die men maakt is vooral gebaseerd op, oké, de schijnverhogingen die men krijgt, laat men te veel leidend zijn. Men kijkt niet zozeer van, nou, wat kan ik er precies mee? Wat betekent dat voor mij? En vooral, wat betekent dat straks voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen? Ja. En die discussie, dat wordt denk ik te weinig gevoerd. Zoals je zegt, van Suriname is een beetje anders. Men stemt niet op beleid, maar op voorkeur van een individu. Tegelijkertijd moeten we zeggen, van, kijk, die arme mensen kregen pakketjes. Ze kunnen aardappelen krijgen, ze kunnen flesje olie krijgen als ze het nodig hebben. Dat is toch ook helpen? Ja, dat is vooral binden. Dat is niet helpen, dat is binden. Want die persoon die pakket ontvangt, ik zou die persoon graag leren om een pakket te produceren in plaats van te willen ontvangen. Je moet, bekende gezegde is, je moet iemand leren vissen in plaats van hem elke dag een vis te geven. En wat je ziet is, als je kijkt van hoe het in Suriname voor 1980 was, waren we gewoon blije, onafhankelijke mensen met heel veel keuzemogelijkheden. En de keuzemogelijkheden van ons in Suriname, dat neemt steeds af. Dat maakt mensen niet bij stilstaan. Oké. Dus, het is te veel centraal geregeld. Er wordt te veel centraal gestuurd. Oké. Dus het is niet dat mensen geen pakketje meer krijgen, maar dat ze zelf hun pakketje kunnen maken. Bedoel je dat ze dan voldoende geld verdienen? Dat ze dan zelf kunnen kiezen wat ze willen kopen? Ze moeten in staat worden gesteld om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. En als een keer ze daar ondersteuning voor moeten krijgen, prima, dat zit erin. Dat is stimuleren van mensen en sectoren en noem maar op. Maar het moet niet zo zijn dat men structureel afhankelijk is van een pakketje. Prima, men moet structureel afhankelijk zijn van een pakketje. 25 mei 2020, een hele belangrijke dag in Suriname. Welke keuzes hebben wij op die dag? Nou, er doen 17 partijen mee, dus er is genoeg keus, zou ik zeggen.
En ik denk op zich dat al die partijen ook wel goede bedoelingen hebben met Suriname. Dat ze allemaal Suriname willen verbeteren. Naar een hoger niveau krijgen als land. Alleen de manier waarop, de weg waar langs dat gebeurt, daar hebben we grote fundamentele verschillen in. We hebben totaal verschillende inzichten daarin. Maar als je naar de peilingen kijkt, dan zijn er eigenlijk maar twee opties waarvoor mensen kunnen kiezen. De ene optie is van het huidige beleid voortzetten. En de andere optie is voor iets anders kiezen, een ander beleid. Dus juist afstand nemen van dit beleid. En eigenlijk zijn er geen tussenvormen in. Want tussenvormen werken niet in zo'n economie. En die keus, die moeten mensen gaan maken. Van wil je nu nog steeds die, en het resultaat van die huidige beleid, daar ga ik verder niet in details op in, maar dat voel je en dat zie je. Ik sprak mijn vader bijvoorbeeld een paar dagen terug. Die vertelde dus een verhaal van iemand in de buurt bij hem in Nikeri. Die persoon die had 10 jaar terug ongeveer 50.000 SRD en kon daarvan een huisje kopen van zeg maar 60, 70 vierkante meter. Verfijnd aanhanger van de huidige regering, maar die dacht van nou weet je wat, ik ga iets meer sparen, want ik wil gelijk een huis bouwen van 120 vierkante meter. Heeft hij al meer dan 100.000 euro, 100.000 SRD gespaard. Maar hij kan niet eens nieuw bouwmaterialen kopen voor een huis van 70 vierkante meter. Laat staan een huis bouwen. Dus wat je dan ziet is, hij heeft wel meer geld, maar de koopkracht van het geld, die wordt steeds minder. Die 110.000 SRD van hem is nu gelijk aan 30.000 SRD in 2015. Of 2010. Zoveel ontwaarding gebeurt er. Dan moet u zo denken dat de mensen die met heel veel zuinigheid en pinaren allemaal een paar duizend SRD hebben gespaard, die zijn in de afgelopen 5 jaar helemaal arm geworden. Want het aantal SRD blijft hetzelfde, alleen je kan steeds minder meekopen. Ja, heel veel ontwaarding. Je zegt het zo mooi. Helaas begrijpen mensen in Suriname dat niet. Wel, er is wel een hele grote bewustwording. Ze begrijpen het wel, denk ik. Maar ze hebben nu de keus om daar iets aan te doen. De keus om hier iets aan te doen. Je hebt het zo mooi geformuleerd. We hebben 17 politieke partijen die deelnemen aan de komende verkiezing, 25 mei, maandag aanstaande. Maar het zijn maar twee keuzes. Twee keuzes. En wil je even weer herhalen, wat zijn dan die twee keuzes? De ene optie is doorgaan met dit beleid. En dat betekent het resultaat, dat voel je en dat zie je al. Dus mensen hebben dat als optie. En de andere optie is dat je zegt, ik kies voor een dramatische vernieuwing en verandering van het beleid. En dan kom je eigenlijk op een beleid, waar ik ook achter sta, een samenhangend beleid, wat gericht is op de burger. Ik ga je een voorbeeld geven, Saskia. Er is een paar dagen terug een snelweg geopend in Suriname. Ja, die eigenlijk Sanderij verbindt met de bestaande highway. Die krijgt een naambord gelijk van de president. Oké. Nou, die weg zal ook een aantal voordelen hebben. Dus ik ga niet zeggen dat het helemaal verkeerd is. Maar een samenhangend beleid betekent dat het project niet stopt nu de weg is voorzien van een naambord. Want dat is nu gebeurd. Weggebouwd met geleend geld van de belastingbetaler in Suriname. Weg opgeleverd, project klaar. Een samenhangend beleid betekent dat bij het ontwikkelen van de weg je al zou moeten nadenken, oké, de plek waar de weg naartoe loopt, of van waar de weg loopt, wat kan ik in die omgeving gaan ondernemen? Welke nieuwe economische activiteiten ga ik daar opzetten, zodat in principe die weg, wat nu geld kost, straks inkomen gaat genereren? Want nu is de weg opgeleverd, project klaar. En ik zou zeggen, nu moet dat project juist beginnen. Dat je van tevoren hebt nagedacht dat, oké, welke tracé moet de weg volgen? Welke bronnen en mogelijkheden zijn daar? Hoe ziet die grond eruit? Gaan we daar landbouw doen?
Gaan we daar industriële activiteiten opzetten? Gaan we daar woongebieden voor mensen maken? Zodat het een integraal onderdeel wordt van een ontwikkeling. Dat betekent dat mensen meer keuzes hebben. Maar dat gebeurt niet. Ja, dus die weg hoort een middel te zijn tot ontwikkeling. Maar die weg is nu gewoon een doel geworden. Weg opgeleverd, naambord staat er, dus we zijn klaar. Ja, dus de weg moet leiden tot ontwikkeling. Dus uiteindelijk moeten we kiezen tussen doorgaan met het huidig beleid of voor verandering. Verandering, ja. Verbetering, wil je verbetering, dan moet je verandering. Dus dat zijn de twee keuzes. Doorgaan met hetzelfde of verbetering. Voor een samenhangend beleid wat gericht is op de burger. Het tot ontwikkeling brengen van de Suriname. Het ontwikkeling brengen van de Suriname. Kijk, er wordt vaak gezegd van politiek is vies. Hè? En mensen zeggen, meneer, bemoei na politiek. Of meneer, roken me no, ja, politiek no voer me beren. Moet iedereen zich met politiek bemoeien? Eigenlijk wel, ja. Iedereen moet met, want politiek bemoeit wel met jou. Kijk, het punt is dat in elk land, het is niet alleen in Suriname, is in de hele wereld is het zo, is dat de burger, een individu die in dat land woont, die heeft twee soorten zaken waarmee te maken heeft. Dat zijn de individuele zaken, die hem persoonlijk, die gaan over hem als persoon of haar als persoon, en de publieke zaken. De individuele zaken zijn dingen als je inkomen, wat doe je met je geld, wat koop je met je geld, je ontwikkelingsmogelijkheden, ga je studeren of niet. En dus zijn de dingen die je zelf invult voor jezelf. En ik kan me voorstellen dat mensen soms zeggen, ja, weet je wat, ik moet toch alles zelf betalen, dus ik doe het. Maar de publieke zaken zijn de zaken waarvoor die 51 DNA-leden voor jou bepalen wat er gebeurt. Want dat gaat over bijvoorbeeld zorg, ziekenhuis, toegang tot ziekenhuizen, de criminaliteit die er is, het rechtssysteem er is, de studiemogelijkheden die er zijn. Dat zijn zaken die je eigenlijk als individu helemaal niet zelf kan invullen. Dus je bent afhankelijk van de politiek. Maar de keuze waar we het nu over hebben is eigenlijk bijna een meer of minder discussie aan het worden. Nou, wil je meer of minder criminaliteit? Wil je meer of minder hoge prijzen? Meer overvallen of minder? Meer of minder drugs? Meer of minder casino's? Meer of minder massagesalons? Noem maar op. Dat zijn de dingen die zijn gegroeid. Als ik kijk in de afgelopen 40 jaar, we hebben 12 van productiebedrijven die er in Suriname waren, voor het maken van bezems, voor het maken van staalborstels. Je had Victoria, je had Patamaka, allemaal productiebedrijven. Die zijn allemaal weg. En een heel Paramaribo zit vol met casino's niet. Ja. Dat zijn heel zorgwekkende ontwikkelingen. Nou, dat is heel duidelijk. Dat is in feite ook ingrijpend, want wie is in het bemoeien aan politiek? Politiek is bemoeien aan jou. Zoals u zegt, hè, uw manboy, uw idi atoso. En uiteindelijk gaat politiek bepalen van hoe veilig het land is, hoe de politie bemenst is of materieel om je te beschermen. Welke ziekenhuizen, dat is een hele belangrijke afwerking. Ja. Kan je op straat lopen? Kan je veilig op straat lopen of niet? Hè? Je kan nog zo hard werken en verdienen, maar als die koers elke dag omlaag gaat, of omhoog gaat in dit geval, ten opzichte van de jurisdictie, kan je werken wat je wil, maar je gaat je niet goed kunnen onderhouden. Ja. Dus wat dat betreft, een vraag over de koers. Hè? Want als je geen US dollars hebt, dan wat maakt het uit als de koers hoog of laag is? Of als je geen euro's hebt? Als je geen valuta's hebt, wat maakt het nu uit als de koers hoog of laag gaat? Nee, het maakt heel veel uit, omdat wij in Suriname het allergrootste deel van onze consumptie uit het buitenland importeren. En die nemen geen SRD's. Die willen US dollars of euro's. Dus je moet die dollars hebben om die importen te kunnen betalen. En als de regering een wet maakt om een lagere koers te bepalen? Nee, kijk, dat is precies nu het punt waar
de macro-economische processen door in de afgelopen jaren niet gerespecteerd worden. De koers is iets wat je niet kan bepalen als regering. De koers is het resultaat van het beleid wat gevoerd wordt. Productie versus consumptie. Vraag en aanbod. Dat mechanisme bepaalt de koers. He, dus de koers, je kan niet zeggen van nou, ik ga die koers één op één Mosaka-akkoers. Ik hoor al een paar jaar Mosaka-akkoers. Akkoers, Nesaka. Want als je goed productiebeleid hebt, dat er voldoende dollars in het land komen, gaan mensen die dollars genoeg hebben, dus blijft de prijs stabiel. Ja, dat is heel belangrijk. Dus het kan niet dat bijvoorbeeld de rijke mensen de koers van de centrale bank, meneer André Telting, heeft daarover heel, heel mooie boodschappen voor ons achtergelaten over hoe monetair systemen werken. Ja. Het lijkt alsof je een internetprobleem hebt. Zijn we daar? Ja. Oké, prima. Dus in kort zien we dat ongeacht hoe hard je werkt, uiteindelijk je leven en wat je allemaal kan doen, welvaart, je welzijn, beïnvloed wordt door beslissingen die gemaakt worden door de politiek. Hè? Zoals wat je zei, je veiligheid, je medische zorg, wordt niet alleen bepaald vanuit hoe hard je werkt, maar ook van welk beleid gevoerd wordt in het land, de politiek dus. Ja. Wat is uw visie over het tot ontwikkeling brengen van Suriname? Nou, ik had in die clip waar Regio Dubai. Waarmee jullie net begonnen waren, maar ik heb een paar sheets die ik eigenlijk met jullie wil delen, om dat wat nader te illustreren. Wat wij gaan doen in Suriname is, we gaan eerst beginnen met de boel te ordenen. Dat hele economische systeem gaan we ordenen, we gaan het structureren, we gaan het herorganiseren en we gaan de capaciteiten mobiliseren om alle Surinamers te betrekken en vooral dan richten op internationaal ondernemerschap. Daarvoor gaan we een Suriname Development Board opzetten, die heeft 5 pijlers. Ondernemerschap, productie, internationalisering, innovatie, ICT en creatieve sectoren, omdat Surinamers heel creatieve mensen zijn. En we hebben heel veel vaardigheden in de kunst, in cultuur, in dans, in muziek, in ICT en allerlei systemen die tussen die sectoren zitten. En hiermee willen we het volk in staat stellen om te ondernemen en te produceren. En dat is vooral wat wij willen stimuleren en bevorderen. We gaan de overheid financieel gezond maken door een sterke toezicht vanuit de centrale bank, het herstructureren van de overheidsfinanciën, zodat je transparantie hebt. De subsidies van de overheid evalueren en publiceren, waar mogelijk ook gewoon afbouwen. Of in elk geval andere systemen creëren, dat de bedrijven als EBS en anderen niet afhankelijk zijn van subsidie, maar dat ze zelf bedruipend worden. We hebben meerdere parastatale bedrijven in Suriname met heel veel medewerkers die eigenlijk of nu niet draaien of niet productief genoeg zijn. Die willen wij hervormen om zo productief en winstgevend te maken en dat zij ook een aantal overheidstaken kunnen overnemen. We gaan fiscale hervormingen doorvoeren en maatregelen om de inkomsten van de overheid te vergroten, maar ook de overheidslasten reduceren door de dubbele overheidssalarissen te beëindigen. En mensen die inactief zijn, zogenaamd ter beschikking zijn, die direct in de productie per direct gaan betrekken. Ik zeg ook niet van, je moet die mensen helemaal broodeloos maken, maar je moet ze wel inzetten in het productieapparaat, in het productiesysteem. Wij denken ook dus dat ondernemerschap de oplossing is voor Suriname. Er is een wederopbouwplan gemaakt vanuit de VHP. Daarin staat beschreven hoe alle sectoren eigenlijk, of alle zaken worden opgepakt.
Ik kijk nu vooral naar de productie. Om eigenlijk vanuit ondernemerschap en productie kijken naar hoe kunnen we het volk in staat stellen om te ondernemen en te produceren. Zodat je de trotse Surinamers hebt die gewoon hun toekomst zelf bepalen. Daarbij heb je een aantal effecten van zoals meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Mensen kunnen hun eigen toekomst bepalen. Je hebt minder werkloosheid, want mensen werken of voor zichzelf of ergens anders. Men is minder afhankelijk van die landdiebanen, want daar is nu iedereen happig op. Je krijgt meer productie en economische dynamiek. Politici kunnen mensen minder manipuleren, want iedereen heeft zijn eigen toekomst in eigen handen. Je hebt minder afhankelijkheid van buitenland en multinationals. Maar ook stoppen met dat bedelen en lenen cultuur. Minder criminaliteit. Van een drugseconomie naar een productie-economie. Met als resultaat een beter welzijn en gezondheid voor alle Surinamers. We gaan daarbij voor een gefaseerde aanpak. Fase 1 is de eerste 3 jaar, 2020 tot 2023. En dan hebben we 2 jaar tot 2025 en dan weer 5 jaar tot 2030. Fase 1 gaat vooral om eigenlijk meer van hetzelfde te doen. Dus projecten ondernemen om de huidige kennis en capaciteiten te kapitaliseren. Zoals rijstteelt en groenteteelt. Meer export. En mensen in staat stellen dus om veel meer te doen dan wat ze nu doen. Parallel daaraan en daarna gaan we gewoon kijken van hoe kunnen we meer waarde toevoegen aan de producten die we maken. Dus bijvoorbeeld van rijst naar rijstmeel te gaan, naar rijstpoeder te gaan of naar rijstazijn te gaan, naar rijstalcohol te gaan. Je kan heel veel producten uit rijst maken. Maar ook de menselijke sector ontwikkelen, de zogeheten human capital, voor hoogwaardige dienstverlening. En dan denk ik aan een ICT-sector, een creatieve sector, de zakelijke, financiële en technische dienstverlening upgraden. In de logistiek, de luchtvaart, de Johan Adolf Pengel luchthaven inrichten als een regionaal knooppunt met een sterk verdienmodel. Agroverwerking voor een geavanceerde voedingindustrie. Biologische landbouw kunnen we perfect in Suriname doen. Bouwindustrie, dat je lokale productie en goedkope bouwmaterialen hebt. En gericht beleid dat je de mijnbouwsector, mijnbouw en olie, dan veel meer vanuit waarde toevoeging gaat inrichten. Dan heb je in het 2026, 2030 kan je dan de stap maken naar een duurzame economie met hoogwaardige diensten en producten. En dat eigenlijk de economie veel meer gaat draaien om menselijk kapitaal. Het kunnen van mensen. Dat we minder afhankelijk worden van olie- en goudprijzen. Omdat eigenlijk mensen zelfvoorzienend worden. En dan denk je dus aan agro en food, aan biomedicines, biominerals en dat soort zaken. Dat is heel veel. We hebben heel veel potentie. Hè? Heel veel dat wij vanuit onze eigen grondstoffen kunnen doen. Ga door. Dat sluit inderdaad aan. Ja, dus absoluut. We hebben verschillende sectoren geïdentificeerd waarin mensen hun kunnen kwijt kunnen raken en tegelijkertijd zichzelf kunnen blijven doorontwikkelen. En daar hebben we concreet dus nu gezegd van we gaan dus een overzicht maken van alle MKB-bedrijven in Suriname en hun exportpotenties in kaart brengen. We zetten een marketingapparaat neer om markten voor hun te vinden, afzetmarkten te vinden voor hun. We leren mensen om te ondernemen, dus entrepreneurship. En vooral het versterken van dat Made in Suriname certificatie. Dus het eerste doel is een nieuwe generatie exporterende ondernemers toevoegen aan de economie. In het tweede plan, of parallel daaraan, gaan we Surinaamse grondstoffen, producten en diensten omzetten in dollarproducten, in US dollars producten. En dat betekent dat we buitenlandse investeerders aantrekken die vooral met het MKB, met de private ondernemers in Suriname, gaan samenwerken om internationale waardeketens te creëren, zodat de Surinaamse producten in bestaande exportkanalen worden ingebed en hun weg naar het buitenland vinden. Vervolgens als derde productieontwikkeling, wat ik al zei, van de parastatale bedrijven herorganiseren met een productiefocus en dienstverlening. Maar ook de research instituten met ADEC voorop,
dat wij ADAC, CELOS, ADRON, dit soort instituten, dat wij hun researchprogramma zodanig gaan herorganiseren dat hun resultaten ten bate komen van de productiesector in Suriname. Zodat de studenten op ADEC die onderzoek doen, die moeten onderzoek doen wat past bij de industriële behoeften van Surinaamse ondernemers. Dat is waar we naartoe willen. Doordat parastatale bedrijven en research instituten winstgevend worden, doelmatig worden en vooral zelfvoorzienend. En daarmee help je hun een beleid te maken dat ze zelf veel meer verdienen en kan je dus met minder subsidie die organisaties in stand houden. Dat is dus waar we in die drietrapsraket eigenlijk aan denken. Dan heb ik een paar voorbeelden die ik al eerder had genoemd. Dus bijvoorbeeld de reis. Hoe gaan we dat doen? We gaan een productstructuur inzetten, een reismarketingorganisatie, om vooral voor te zorgen dat die reis verkocht wordt. En de rest, denk ik, is te gedetailleerd voor nu om doorheen te gaan. Maar het spreekt voor zich dat we in principe gewoon zeggen van laat die reissector niet meer zo seizoensafhankelijk zijn, seizoensgevoelig zijn. Niet afhankelijk van beleid wat in Paramaribo wordt gemaakt. Maak het gewoon een zelfstandig iets, zodat het in 5 jaar kan doorgroeien. Het is nu 25.000 tot 30.000 hectare. Dat het doorgaat gewoon naar 60.000 tot 100.000 hectare. En gewoon heel veel heel veel inkomen genereert voor heel Suriname. En dat Surinamers ook veel goedkoper reis kunnen hebben dan wat het nu is. Dus die sector kan, de kennis is er, we hebben genoeg gepolderd land, we moeten dat gewoon beter organiseren. Mooi. Dus als ik het goed heb begrepen, Dil, betekent dat wij in Suriname voldoende mogelijkheden hebben om duurzame ontwikkeling te hebben waar mensen voldoende banen kunnen vinden of goede banen kunnen vinden of voldoende verdienen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, absoluut. Maar kijk wat er nu gebeurt. Die decentrale gedachte wat ik probeer over te brengen aan de kijkers en de luisteraars, dat is heel cruciaal. Want wat er nu gebeurt, is iedereen uit Nikeri die studeert bijvoorbeeld, of uit Brokkoponde of uit Marowijne, die komt naar Paramaribo om te studeren, maar die kan niet terug omdat de lokale economie niet dynamisch genoeg is om die mensen te absorberen. Dus ze blijven in Paramaribo hangen, met als resultaat dat de gebieden waar ze vandaan komen, dat die gebieden eigenlijk niet profiteren van de kennis van de mensen vandaan. Ja, dus, terwijl als je dit traject volgt, zoals ik dat zeg, dat betekent dat je mensen, prima gestudeerde mensen aan het werk kan hebben in Nikeri, in Brokkopondo, in Marowijne, op Stoelmanseiland, overal. Oké, dus we zien dus dat alle districten tot ontwikkeling kunnen komen. Ja, dus, en ik maak ook ketens van Nikeri, Koroni, Saramaka doen reis. Daar heb ik ICT, Paramaribo, Komowijne, Wanica. We hebben in Suriname heel veel gefragmenteerde ICT-kennis. Als we die bij elkaar bundelen, als we die tot een platform maken met een motor daarachter om dat goed te managen, dan kunnen we gewoon de best-of-class technologie-hub worden in het heel Caribisch gebied. Maar we kunnen ook Amerikaanse klanten gaan bedienen en zelfs misschien bijvoorbeeld voor Indiase bedrijven die Amerikaanse klanten hebben, vanwege de betere tijdzone, voor hun eigenlijk zogeheten nearshore services doen, zodat zij hun klanten in een betere tijdzone kunnen bedienen. En er zijn tal van ICT-technici in Suriname, die wel de technische kennis hebben, maar misschien niet te klein zijn of niet de capaciteiten hebben om dat te internationaliseren. En dat moeten we gaan doen. Dat we voor die mensen eigenlijk afzet creëren in het buitenland, zodat ze in staat zijn om hun kennis gewoon in US dollars om te zetten. Kennis om te zetten. We hebben het voor de kijkers die het nu aanschrijven, we hebben het over de politiek. Keuzes die we moeten maken aanstaande maandag 25 mei 2020. En welke invloed de politiek op Suriname, op jouw leven heeft, op ons leven heeft. Je visie voor Suriname, om Suriname tot ontwikkeling te brengen, is heel inspirerend. En toch moet ik vragen, hoe weet je welke
of laten we even teruggaan. Aanstaande maandag mogen Surinamers 1 DNA-lid kiezen voor een district. De beschikbare deelnemende partijen en een aantal resortsraadleden voor hun resort. Ja. Hoe weet je als of welke DNA-lid of welke partij de juiste is? Nou, in principe kiezen we in Suriname eerst voor de partijen. Want de partij die herbergt de DNA-leden, die zijn in principe natuurlijk in hun meningvorming in principe onafhankelijk. Maar we hebben wel een binding tussen DNA-leden en de partij. Want de partij is het orgaan wat zorgt voor het beleid en het formuleren van het beleid. Wat andere partijen doen, dat weet ik niet. Ik weet wel wat wij van plan zijn om vanuit de VHP te doen. En dat probeer ik hier dus te delen met de kijkers. Oké, hoe gaat de ontwikkeling dan gerealiseerd worden? Wat ik al zei, we hebben een wederopbouwplan klaar. Die is overal gepubliceerd. Dus het is vrij toegankelijk voor iedereen. Zo transparant zijn we in de partij ook. En in die wederopbouwplan staat heel veel. Dat is Suriname breed. Maar uiteindelijk, je kan met bezuinigen en herorganiseren maar een bepaald eind komen. Uiteindelijk moet je gewoon meer inkomen hebben. En ik kijk naar hoe kunnen wij alle Surinamers zodanig mobiliseren en in staat stellen dat ze allemaal in principe hun bijdrage kunnen leveren, op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en eigenlijk gewoon het land helpen om vooruit te komen. En dan krijg je een situatie van, als je het land helpt, als jij jezelf helpt, komt het land vooruit. Het land komt vooruit en jij wordt ook geholpen. Chan Santuki heeft heel mooi aangegeven van, vraag wat jij kan doen, Vela. Vraag niet alleen wat je land voor je kan doen, maar vraag ook wat jij voor je land kan doen. En wat je hier zegt, dan kom jij, het land komt tot ontwikkeling, maar ook wij als Surinamers, inwoners komen ook tot ontwikkeling. Absoluut. De kijkers hebben ook vragen. Wij bieden nu de kijkers de gelegenheid aan om hun vragen te stellen. Ik geef nu aan Gil het woord. Als hij even wilt aangeven hoe de vragen gesteld kunnen worden, dan mogen kijkers ook hun vragen stellen en dan zal Gil daarop ingaan. Ja, inmiddels hebben we heel wat vragen binnen en ik projecteer ze op het scherm. Frank Menke heeft een vraag gesteld. Ik denk, praat u namens, dat bedoelt die aan de hand. Praat u namens de VHP? Ik zie de vraag, praat u namens de VHP? Ja, ik praat namens de VHP, maar ik praat eerst namens Suriname. Want voor mij is primair van belang dat het goed gaat met Suriname. VHP is in deze een middel om dat doel te bereiken. Niet andersom. He, dus wat ik hier bespreek, als een andere partij zegt, ja, Deo, ik vind dat interessant en wij willen dat ook adopteren, prima. Alleen ik zeg dat nu heeft de VHP wel mijn ideeën in haar plannen ook geïntegreerd. Er is een vraag van een meneer of mevrouw Robles. En die vraag die gaat dus over van hoe kom je aan het geld om de desbetreffende plannen investering tot uitvoeren te brengen. Dat is een uitdaging. Maar de reden waarom ik zo blijf hameren op, we gaan die dingen doen wat we al doen, alleen meer en beter en slimmer. Dat betekent dat we eigenlijk geen grote investeringen nodig hebben. De rijstboeren in Nikeri, die 40 jaar terug, werd in Nikeri al 50.000 hectare geplant. En dat land is er nog. Het land moet eigenlijk alleen maar klaargemaakt worden. Dan kan je bijvoorbeeld leningen faciliteren voor de boer, zodat de boer eigenlijk zelf het land weer zaai klaar kan maken. En vervolgens wordt die rijst geplant. Dus als we dingen gaan doen, wat we gaan doen, maar we gaan het beter doen,
Die groenten produceren ook, alleen we krijgen het niet verkocht in Europa, omdat we voor de hygiëne standaarden niet. Dus als we in die zaken investeren, wat relatief kleine investeringen zijn, die ook met een lening kunnen worden, een lokale lening kunnen worden gedaan, dan komen we al een hele eind. Wat zijn de plannen van de VAP om corruptie te bestrijden? Om te voorkomen dat de staatsinvesteringen niet alleen bij Hindustaanse zakenlieden terechtkomen. Nog een vraag van Rabo. Ja, corruptie is een belangrijk aandachtspunt in Suriname, omdat de maatschappij in de afgelopen decennia toch op die toer is gegaan. De voorzitter van onze partij, Chandrika Prasad Santokhi, is een grote vechter van corruptie. Wij hebben daar inderdaad wat plannen voor. De details ken ik zelf niet. Zoals ik zei, ik ben vooral degene die over de economische kant gaat. Maar corruptie bestrijden is een heel belangrijk punt in Suriname. Voor ons, maar ook criminaliteit zijn de twee belangrijke zaken. En als zaken alleen, als staatsinvesteringen alleen bij Hindustanen terechtkomen, ben ik de eerste die daar absoluut tegen is. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Wij gaan gewoon voor transparante systemen, waarbij in principe aannemers gewoon geselecteerd worden op criteria. Ja, heel goed. Meneer Mijn, ja. De volgende vraag zou ik gaan. Nog ja, wat? Ja, stel een vraag over wat zijn de plannen op het weer op orde brengen van de basisonderwijs, gezondheidszorg, et cetera. Daar heb ik me nog niet zo in verdiept. Voor onderwijs heb ik wel concrete ideeën van hoe je het onderwijs wat nu geprogrammeerd is en dichtgetimmerd is, dat we dat meer naar een open onderwijs doen wat relevant is voor de maatschappij, voor Suriname. Dat de mensen die afstuderen ook arbeidsmarktready zijn. Dat ze ook echt kunnen gaan werken. Gezondheidszorg zullen we toch moeten leunen op misschien wat samenwerking met het buitenland. In Nigeria, waar ik zelf vandaan kom, zorgen wij eigenlijk vanuit Nederland al jaren voor dat we via roulatiesystemen eigenlijk Nederlandse specialisten in het ziekenhuis in Nigeria hebben. En dat gaat heel goed. Mijn grote vriend Dr. Chander Mahabir is daar de grote trekker van. Die is volgens mij nu in Suriname. Dus wij hebben daar ook al ervaring mee van hoe je in principe door samenwerken met partners in principe ook acute problemen kan oplossen. Suriname is een fantastische ecotouristenbestemming. Zou VAP ook inzetten op professioneel hospitality management? Is er een grote kans voor Suriname? Is een grote kans voor Suriname, toch? Stelt Henry Groeneveld. Ja, ecotourisme is zeker een belangrijke sector in Suriname. Dat is zeker een goede kans. Maar het is wel een van de sectoren waar veel geïnvesteerd moet worden. Omdat het land nog niet zo goed ontsloten is. Dus je zal daarin wel meer moeten investeren. Maar voordat je die ecotourisme goed kan promoten, moet Suriname als land interessant worden voor de toerist. En dat is het nu niet vanwege de criminaliteit. Je kan niet vrij op straat lopen. Dus je moet eerst de basisvoorwaarden creëren. En dan kan je zeggen, oké, ik ga me nu richten op die ecotourist. Ja. Er is nog een vraag hier van Frank Menke. U legt ondernemerschap wel heel erg bij de overheid in uw voorbeeld van de nieuw aangelegde weg. Is een opmerking. Nee, ik heb dat voorbeeld wel gegeven. Maar de overheid als een faciliterend instituut, niet de overheid als ondernemer. Ik wil juist vergeleken bij wat de huidige regering doet, zou ik juist zeggen de overheid moet zich meer terugtrekken en vooral faciliterend bezig zijn dat ondernemers daar kunnen doen. De overheid zou moeten kijken van oké, wat gebeurt in die regio? Er zijn bijvoorbeeld in die omgeving een hoop mensen die vroeger bij Suralco en Biliton hebben gewerkt met heel veel technische expertise.
Die mensen zijn nu eigenlijk werkloos. Hoe zou je die kennis van die mensen op een manier kunnen organiseren dat ondernemers daarin eigenlijk business kunnen genereren? En zo zou je eigenlijk als overheid vooral kijken naar een soort masterplan. Oké, die weg komt er. Er is daarbij kunnen, dat gedeelte kan worden gebruikt voor groenteteelt, dat gedeelte kan worden gebruikt voor het verbouwen van andere gewassen. Daar zou je misschien een industriecomplex kunnen neerzetten, waar bijvoorbeeld staalproducten worden gemaakt, ik noem maar wat. Die planning, die moest er al zijn. Ja. Kijk, je hebt eerder heel goed aangegeven, hè, om terug te gaan naar de Kustway aanstaande maandag op 25 mei moeten maken. Iedere bewuste Surinamer zal zijn stem uitbrengen op een DNA-kandidaat en aantal RR-leden. Keuze tussen doorgaan met het huidig beleid of keuze voor verbetering. Stel nu, we hebben het over 26 mei en daarna. We gaan er vanuit de VRP heeft gewonnen. Wat verder met degene die nu in geen vaste aanstelling hebben bij de overheid of in overheidsdienst zitten, mensen die werkzoekend zijn, mensen die met meerdere gezinnen in één huis wonen. Hoe weten we dat het beter komt? Wij hebben in elk geval een plan om Suriname uit de dal te trekken. Dat hebben we eerder gedaan, samen met de NPS, moet ik zeggen. Dat was altijd een heel goede tandem. En die capaciteiten, die ervaring, die skills, die hebben wij. Maar wij zitten nu in een groot probleem, financieel gezien en economisch gezien als land. Het zal wel even duren voordat je de effecten van goed beleid gaat zien. Maar het eerste wat wij doen, is in principe die schulden gaan afdammen, die schulden gaan herschikken, die schulden gaan ombouwen, zodat wij in principe ademruimte hebben en ook financieel de mogelijkheden hebben om voor die mensen die tussen schip en wal nu raken, die zonder werk zitten, om voor hun compensatiemogelijkheden te geven. Compensatiemogelijkheden te geven. Dus met de coronavirus, COVID-19 situatie, zijn mensen in feite in nog meer economische problemen geraakt, bedrijven. En hebben in feite sommige werknemers thuis moeten houden en niet in staat zijn hun te betalen. En sommige mensen kunnen nu wel een aanmerking op een bijdrage van de, een subsidie aan de tegemoetkoming van de overheid te krijgen. 1000 SRD, gaat dat direct stoppen als de VRP wint? Nee, dat gaat niet. En de mensen Die coronacrisis is natuurlijk iets wat eigenlijk een soort force majeure is, hè, van dat is overmacht. Het is goed dat er vanuit de overheid maatregelen worden genomen om de business, de ondernemers, zo goed mogelijk aan de gang te houden. Maar dat moet dan gericht zijn op productie. Dat moet gericht zijn op toch verdiencapaciteit. Maar op het moment waarop de overheidsbesteding ter compensatie van ondernemers uitsluitend gericht is op consumptie, heeft dat geen effect. Want uiteindelijk ga je toch een situatie krijgen dat het geld opraakt. Dus wat wij als VHP denk ik anders zouden doen, is we zouden daarin wat segmentatie en klassificeringen maken. Dat bedrijven die zaken produceren waar de maatschappij direct van afhankelijk is, om die vooral te stimuleren, zodat de kleine man niet meer last van heeft. En kijk, het punt is dat wij waren in principe, de kassa was al leeg, en dan komt corona, dat maakt het erger, dat klopt. Maar corona zou absoluut geen probleem zijn als het beleid daarvoor goed was. Dus eindelijk met een beter beleid, of met goed beleid, niet alleen gewoon beter, maar goed beleid, dan komen we allemaal beter. Eerder vroeg iemand ook nog wat de koersontwikkeling zal zijn. Ik denk dat je die vraag ook al eerder hebt beantwoord. Hè? Ja, als dan wil ik nog een keer zeggen van de koers is het resultaat van economisch beleid. Het is niet zo dat ik nu ga zeggen van nou, weet je wat, we doen de koers 1-8 en hij blijft 1-8. Nee. Het beleid bepaalt waar die koers eindigt en waar hij zich stabiliseert. En natuurlijk,
hoe lager de exchange rate, des te beter. Maar dat zal het resultaat zijn van het gevoerde beleid. Ja. Nou, we zijn nu aan het afronden. Deel, ik ga maandag naar de stembus, naar stembureaus om de stem uit te brengen. Ik heb nog nooit VAP gestemd. Wat moet ik doen? Ik wil het wel beter hebben. Maar ja, wat moet ik doen? Ja, het eerste wat je moet doen is kiezen voor je eigen toekomst. En door die van jouw kinderen en kleinkinderen. Voor betere toekomst voor je familie. Voor een betere toekomst voor alle Surinamers. En wat mij betreft is dat bij de VHP. Dat is een mooie eind. Saskia, hartelijk dank. Je hebt maandag het stembus. Je hebt het succes. Hartelijk dank voor je uiteenzetting over de economie van Suriname. En kijkers, bedankt ook voor het kijken en voor de gestelde vragen. En zometeen is deze stream, kun je gelijk delen naar je vrienden, kennis, familie, iedereen. En succes maandag bij de stemmers. Ik dank jullie hartelijk en graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel luisteraars, kijkers. Goedenavond, goedemiddag. Heel veel wijsheid toegewenst en kies voor jezelf op 25 mei. Dank u. Ja. Mano, te kiwa fani wai mi paya. Tata, utrikwa fani wai mi. Oh, tata, no, te ko fani wai mi oba. Tata, utrikwa fani wai mi. Ataki te ko tolo sutu mi, mano, te ko fani wai mi no mo. Tata, utrikwa fani wai mi. Hey, tata, mama, no, te ko fani wai mi oba. Tolo sutu mi mano te kio fani wai mi no mo. Oh te koto lo sutu mi mano te kio fani wai mi paya. Oh, tata, ge mama, no te kofani wae mi no mo. Tata, e, u te kofani wae mi. Oh, tata, mama, ge no mo, no te kofani wae mi ba. Tata, e, u te kofani wae mi. Ataki te koto lo sutu mi ma, no te kofani wae mi ba ya. Tata, e, u te kofani wae mi. Oh, tata, ge mama, no te kofani wae mi ba. Tata, e. Sutu mi mano te kiwa fani wai mi no mo. Tata e u te ko fani wai mi. Oh tata e mama no te ko fani wai mi oba. Tata e u te ko fani wai mi. Te ko tolo sutu mi mano te kiwa fani wai mi tite ba. Tata e u te ko fani wai mi. Oh tata e mama no te ko fani wai mi oba. Tata e u te ko fani wai mi. Money, money.
lo zutu mi mano te kiwa fani wa mi baya. Tatae, o te kiwa fani wa mi. O tata no more mama, no te kiwa fani wa mi oba. Tatae, o te kiwa fani wa mi. Ataki te koto lo zutu mi mano te kiwa fani wa mi no more. Tatae, o te kiwa fani wa mi. O tata mama, no more, no te kiwa fani wa mi oba. Tatae, o te kiwa fani. Oh, te conto lo zutu mi mano, te kio fani wa mi ti te ba. Tatae, o te kio fani wa mi.
koto lo sutu mi ma no te kiwa fani wa mi pa ya tata e utrimo fani wa mi o tata e no 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 te ko fani wa mi o ba tata e utrimo fani wa mi ataki te koto lo sutu mi ma no te ko fani wa mi no mo tata e utrimo fani wa mi e tata e mama no te ko fani wa mi o ba tata e Tolo su tu mi mano te quiero fany why me no more Oh te contolo su tu mi mano te quiero fany why me pa ya Oh, tata, ge mama, no te kofani wa mio no mo. Tata, e, u te kofani wa mio. Oh, tata, mama, ge no mo, no te kofani wa mio ba. Tata, e, u te kofani wa mio. Ataki te koto lo zutu mi ma, no te ki wa fani wa mi ba ya. Tata, e, u te kofani wa mio. Oh, tata, ge mama, no te kofani wa mio ba. Tata, e. Zutu mi mano te kiwa fani wai mi no mo. Tata e te kiwa fani wai mi. Oh tata e mama no te kiwa fani wai mi oba. Tata e te kiwa fani wai mi. Te koto lo zutu mi mano te kiwa fani wai mi tite ba. Tata e te kiwa fani wai mi. Oh tata e mama no te kiwa fani wai mi oba. Tata e te kiwa fani wai mi. No te kiwa fani wa mi baya tata e o te kiwa fani wa mi o tata no more mama no te kiwa fani wa mi oba tata e o te kiwa fani wa mi ataki te koto lo zutu mi ma no te kiwa fani wa mi no more tata e o te kiwa fani wa mi o tata mama e no more no te kiwa fani wa mi oba tata e o te kiwa fani wa mi Oh, te controlo su tu mi mano, te quiero fani, guay, mi ti lleva. Tata,